Ja, hallo en welkom bij Boos, waar we boze mensen proberen om boos te maken door dag in, dag uit onze ziel te verkopen aan een omroep. Wat de hel. Hey. En deze week is daar Nina. Althans, ze is er niet fysiek, maar ze zit wel in de knoop met haar woede-emoties. En dat is wat telt, mensen. Zo is het wel. Zo is het wel, zeker. Zo, vrienden. Deze week bestaat Boos, jullie favoriete programma ooit, 2 jaar. En dat gaan we vieren met een fantastische teamactiviteit. Jullie gaan namelijk helpen de democratie zuiver te houden. Nee, dat wil jij. En dan denken jullie, waarom, hoezo, wat is dit, waar ben ik? Nou, dat gaan we jullie eens haarfijn uitleggen. En we beginnen bij Nina, let op. Marije, de rode. Ja. Met je... Ja. Ik heb geen rood haar. Ik heb ook mijn haar niet geborsteld. Nee? Nee. Vind je het leuk zitten? Ik ben naar de kap geweest. Wat is het probleem? Oké, Nina is boos. Zij wonen met meerdere vriendinnetjes in een huis in Amsterdam. Ja. Ze heeft een contract getekend na 1 januari 2017. Ja. En vanaf 1 januari 2017 was er een nieuwe wet ingekomen waarin woningdelen verboden werd in Amsterdam. In Amsterdam. Nou, ze heeft een contract afgesloten bij Shopper de Pop, zo'n vastgoedbedrijf. Ja. Wie was toen de baas van Shopper de Pop? Dat was Wybren van Haga. Wybren van Haga. En dat is grappig, want die zit nu in de Tweede Kamer. Voor? VVD. Nou, je verzint het niet. Ongelooflijk, hoe kan hè? Dit? Ja, oh echt bizar. Ja, en Wybren van Haga, die is overigens nog steeds eigenaar van Shopper de Pop. Ja, dat is een vastgoedbedrijf. 100% aandeelhouder. 100% aandeelhouder. Maar hij runde toen de boel. Ja. Ga jij het uitleggen of ga ik het uitleggen? Leg jij het niet maar even uit. Hoi, hallo, ik spreek met Nina. Hoi Nina, met Tim van Boos. Hallo. Waar ben jij nou zo boos om? Ja, ik ben eigenlijk vooral boos dat heel veel huurders hun huis uit worden gezet door een huismelker. Zij moest gewoon opeens het huis verlaten, kosten maken. Ja. Omdat hij zich niet aan de wet hield. Precies. 13 september 2017. Zat beste Nina, onlangs heb ik ontdekt dat de gemeente Amsterdam heeft besloten woningdelen per 1 januari 2017 illegaal te laten zijn. Ik heb bovendien geconstateerd dat jij met meer dan 2 mensen op jouw adres woont. Geconstateerd, hij heeft dat... verhuurd aan haar, ja. Dus hij nog van, ik ben er onlangs achter gekomen dat er meer dan 2 mensen op jouw adres wonen. Ja. Maar dat wist hij al die tijd al. Ik ben met hem gewoon ver geweest dat er 4 mensen wonen en hij zei ja, dat is allemaal prima, dat moet jij regelen en zo. Maar dan ineens, als er boeken krijgen, wordt er een soort van gedaan dat niet wist. Dus vroeg hij ook nog, nemen jullie dit op, want ik ga de kamer in, dus dat zou niet de bedoeling moeten zijn. Dus hij voelde wel dat er een soort van, dat hij fout bezig is. En heb je het opgenomen? Nee. Dus hij zegt, shit. Ik kom er nu achter dat deze wet er opeens is. Oh, die wet is er al 9 maanden. Ja, en nu opeens lees ik er iets over. Ik lees iets over en er wordt gedreigd met boetes. Ja. Zodra het vuur iets te heet werd onder zijn anus, hoe zeg je dat? Zo, precies zo. Precies zo. Dank u. Zegt hij, shit, er is kans op een boete. En ik kom in de Tweede Kamer. Ja. Dus ik moet er nu vanaf. Dus jij moet optieven uit dat huis dat ik jou verhuurd heb. Ja. Ik ben ook naar het juridisch loket geweest en naar een soort van woonloket in Amsterdam-West. En die zeiden ook allemaal van we hebben meer huurders die met precies hetzelfde contract langskomen. Ja. En het is eigenlijk helemaal geen echt contract, zou ik maar zeggen. Je hebt meer rechten dan dit. Indien er door de gemeente Amsterdam een probleem wordt gemaakt met betrekking tot het gebruik van de woning met betrekking tot woningdelen, kamerverhuur, verhuur als onzelfstandige woonruimte waarbij er een risico ontstaat voor de verhuurder, dat er geen sprake meer zou kunnen zijn van een zelfstandige, geliberaliseerde woning, dan kan de verhuurder de huurovereenkomst opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden. Ja. Dat betekent dus dat er al een soort clausule in het contract staat waar eigenlijk staat, als dit gezeik wordt, niet mijn probleem. Nee, het probleem eruit. van de huurder. Wat betekent dat dan weer? Dat hij dus wel wist dat er iets aan de hand was. Dat zou nooit in je contract zitten. Ja. Dus waar komen we nou op uit? Dat is dat Wybren van Haga voor Shopper de Pop een huis heeft verhuurd waarvan hij wist of had moeten weten dat het op die manier illegaal was. Ja. En dus... vlak voor zijn installatie in de Tweede Kamer heeft gezegd, shit, nu donder ik jou het huis uit. Nina die wil dus nu eigenlijk kosten vergoed die ze heeft moeten maken omdat ze een nieuw huis moest vinden. En een excuusje. Ja, graag. Lijkt mij op zijn plek. Lijkt me ook wel, Lijkt mij heel erg op zijn plek. Oké, nog even het probleem helder en kort uitgelegd. Wybren van Haga, nu Tweede Kamerlid voor de VVD, was voor hij politicus in Den Haag werd, raadslid in Haarlem en directeur van zijn eigen vastgoed BV Shopper de Pop.
Inderdaad, deze naam is Mia. En vanaf hier maken we even een tijdlijntje voor je. Op 1 januari 2017 verandert de wet omtrent woningdelen in Amsterdam. Eigenlijk een beetje een irritante wet die zegt... Hey, je mag alleen samenwonen als je een gezin bent of een liefdesrelatie hebt. Anders moet de huiseigenaar een vergunning daarvoor aanvragen. Maar goed, de wet is de wet en daar heb je aan te houden. De Wiep tekende op 6 januari 2017 een contract met Nina. Nina zegt, hey, we gaan er met 4 studenten wonen. En Bibi Boy van Haga zegt, ja, oké, is goed. Terwijl dat op dat moment dus tegen de wet in is. Nou, kan je denken, ja, die wet is er net. Maar Wiep Zelino weet hoe politiek en wetten werken als het goed is. Plus, huizen verhuren is zijn vak. En de regels die erbij horen dus ook. Nou, wel handig om dat allemaal te weten en bij te houden. Nou, we hebben al heel veel verteld, maar het komt erop neer dat Wiepsert afgelopen 13 september een mail stuurde naar Nina, waarin stond dat hij onlangs ontdekt had dat ze daar doen aan woningdelen. Wat hij dus al lang wist. Maar omdat er een boete dreigde en hij kamerlid werd, moest zijn stoep even schoongeveegd worden. En daar was Nina dus de dupe van. En dan denk je, ja hoor, maar Nina heeft dat contract, inclusief die opzegclausule waarin staat dat ze weg moet als de gemeente erachter komt, toch getekend. En het klopt. Maar wij hebben even gebeld met onze juristen. En die zeggen, nee. Inderdaad, zo vaak zei ze nee. Die bepaling is onwettig. Plus, dit is illegaal. En Wiebren, die wist dat het illegaal was. Dat kan namelijk niet anders. En dat maakt het naast juridisch onzuiver ook nog eens moreel verwerpelijk. Yo. Nou, Wieps, lekker verhaal, pik. En was dit dan het enige foutje van Wiebren van Haga? Nou, nee. Maar daar komen we straks nog even op terug. Het gaat nu nog even om Nina, oké? Okay? Die kant. Welke nummer was dat? 32. 32. Wat vind je van mijn outfit? Enig. Dit. Enig. Jij die van mij? Ja, enig. Enig? Heerlijk. Ja. Shopper de Pop vastgoed. Ja. Ik denk dat ze heel blij zijn dat wij er zijn. Ik denk het ook. Goedemiddag. Hi, ik ben Tim van Boos, Bia en Farah. O jee. Hi, bent u van Shopper de Pop? Ja, ik werk voor Shopper de Pop. Hi, hallo. Hi. We hebben een probleem. O jee. Ja, dat is niet probleem. Zo mooi met dit warme weer. Nee, dat klopt ja. Zal ik het gelijk maar even voorleggen? We hebben een meisje, Nina. Nina woonde in een huis met twee anderen vanaf begin januari 2017. Ja. Ja. Tot ze vlak voor dat meneer Haga de kamer in ging, een mailtje kreeg van meneer Haga. Ah, hey, ik heb me vergist. Jullie wonen als woningdelers. Okay. En die wet was er al vanaf 1 januari. Ja. Dat hadden jullie moeten weten. En daardoor moest zij of een van haar huisgenoten het huis uit van meneer Haga. Wat betekent dat zij op kosten werd gejaagd voor huiskosten. Dus wij wilden graag even dat dossier met jullie doornemen en zorgen voor wat... voor goede kosten en daarnaast ook maar daar ga ik niet over, hè. Okay. Echt de boekhouding, de hardcore boekhouding. En is er iemand die ons wel kan helpen? Nee. Iedereen is op pad of... ik heb echt totaal geen idee. U overvalt me. Dat begrijp ik. Het is best gezellig nog, komt toch? Komt nog op tv? Op internet, ja. Maar je haar zit goed. U ziet er leuk uit vandaag. Dat is helemaal goed. Maar ik moet iemand hebben van Shopper de Pop. Met wie ik dit wel kan regelen. Ja, nou, er valt weinig te regelen. Ja, ik zou niks kunnen. Ja, ik... Ja, dat kunt u wel. Ja, ik weet niet wat de bedoeling even is. Koffie dat halen. U hebt met iemand van Shopper de Pop gesproken. Maar u weet net zoveel als iemand die niet bij Shopper de Pop werkt. Wat verdomme. Ja, helaas. Ik weet niet wat u verder zou willen doen, maar ik denk dat ik... Ik heb er geen idee van. Ik zou ook eerlijk gezegd, ik heb dit nooit zo bij de hand gehad. Dus wat vind jij? Doen we de oorkonde hier? Of doen we hem in Den Haag? Ja, een beetje gek, hè? Je moet ook nog een oorkonde uit. Ja, ook nog. Ja, ja. Ja, en wat ziet er aan die oorkonde? Vast? Ja. Dat is geld. Heb je leuke dingen? Nee, joh. Nou ja, anders lees je hem zelf even voor. De jongens, echt best wel jammer dat jullie samen met Wiebren allemaal... Jonge mensen aan het naaien waren, is het jullie wel eens opgevallen dat Wiebren op Wiebra lijken. Waar ze sokken verkopen, waar het elastiek steeds van uitlubbert, waardoor ze afzakken. Net als onze broek, toen we hoorden dat jullie de hele tijd niet aan de wet te houden. Zieke metafoor, eerlijk. Nou, schrijf je het zo? Oorkonde. Ja. Ja, ik weet het niet, maar jullie weten hier vanaf. Je gaat ook nog wat... Ja, vind je dat leuk? Nou, nee. Wat is dat dan? Dit? Een feest. Confettifeest? Een confettifeest. Ja, het is echt feest. Ja, wel of niet wel doen? Wel een oorritje. Oh, ja. Oké. Okay. Het gaat wel de goede kant op. Ja. Oh, hij is best
zwaar. Best hard, best hard, hè? Ja, wel feest. Ja, wat was uw naam? Sonja. Sonja, Tim. Oké. Okay. Nou, zet u die even op het bureau van Bianca Jut van ons? Nou ja, ik... Ik ga het heel fijn vinden. Soms, dat is wel genoeg. Dag. Oké, okay, dag. Hij is zich buitengesloten. Oh, ik denk het wel eigenlijk. Heb je geen sleutel? Nee, ik ben niet. Heb je het dan open nu? We hadden geen collega's? Nee. Het was een hele blije Shopper de Pop medewerker. Ja, die niks wist. Nee, Tweede Kamer dan maar. Tweede Kamer dan daar maar. Was hij toch? Zin in. Ja. Goed, de zaak van Nina is duidelijk. Maar laten we het eens over Wieberen van Hagen hebben. Want, zoals eerder gezegd, de beste man heeft meer verhalen aan zijn staart hangen dan de VVD-leden heeft moeten broeieren. En dat is veel. Zo was al bekend dat wat Van Haga bij Nina flikte, hij ook had geflikt bij 7 of 8 anderen. Kijk, en hij behandelde huurders sowieso structureel ondermaats bij quoten. Zien we hier. En hij was ook een omstreden raadslid in Haarlem die iedereen altijd belachelijk zou hebben gemaakt. Oké, dat klinkt eigenlijk best grappig, maar niet als je ook daadwerkelijk studenten blijft. En hij maakte ook een collega VVD'er uit voor NSB'er. En daar moeten we toch even bij zeggen, er zijn een subtiel verschil in. Kom op nou mensen. En weetjes, Haga klinkt echt als een fijne man die op een integere manier in de Tweede Kamer hard werkt voor het Nederlandse volk. Maar de VVD had zelf zoiets van, ja, we zijn al heel de tijd in opspraak vanwege liegende ministers en frauderende partijgenoten. En dus daarom liet de partij van Haga onderzoeken door een commissie van de VVD. Ja, een VVD-commissie met VVD-mensen onderzoekt voor de VVD iemand van de VVD. Maar laten we niet cynisch worden, maar gewoon even bespreken wat er in dat rapport stond. En wat Wiebelaar erover te zeggen had. We hebben hardop gelachen. Er is dus vanuit de VVD een commissie gezet om onderzoek te doen naar de integriteit van Wieberen van Haga. Nou, die hebben dat rapport klaar. En er komt eigenlijk uit, nou, hij heeft geen ernstig verwijtbare feiten gepleegd, zeg maar. Maar we vinden het ook een moeilijk verhaal om een paar dingen. Hij heeft niet zo netjes gehandeld. Er zijn wel fouten gemaakt. Er zijn fouten gemaakt. Maar wij zeggen, hey, er zit daar een man. En die neemt het niet zo nauw met de regels. Dus de commissie zegt eigenlijk, de beoordeling van het handelen of nalaten van een bestuurder geschiet dan ook niet alleen op strikt juridische gronden, maar eerder op politiek en bestuurlijk ethische gronden. Dus er is hier iets juridisch misgegaan, maar eigenlijk telt dat niet het allerzwaarst. Nee. Het is dat vooral de moraal. Ja. En die is kapot. Hoe gaat het? Goed, met jou? Ja, gaan we. Oké. Okay. Nou, mooi. Ja, fijn. Ik heb een vraag over een van uw Kamerleden. Ja. Wie dan? Meneer Van Haga. Wat heeft hij nou weer uitgesproken? We hebben zwart op wit in een mail dat hij eigenlijk de wet overtreden heeft in zijn werkzaamheden als nog niet Kamerlid, maar wel toen hij al verkozen was. Wat moeten we daar nou mee doen? Als het niet deugt, dan deugt het niet. Niet. Maar dan moet allereerst moet de VVD-fractie zelf daarmee dealen. Geef aan die mensen die daar een oordeel over moeten hebben. Heeft hij daar een oordeel over? Als jij zegt, nou, dit is echt iets heel anders dan wat al bekend was, nou, dan moeten we daar opnieuw naar kijken. Maar totdat ik andere geluiden hoor, hou ik bij de mensen die heel goed naar gekeken hebben. Inmiddels is alles op orde en heeft hij het netjes op afstand staan. Eén correctie, dan is het absoluut geen volksvertegenwoordiger. Dan is het een politicus en dat zijn verkeerde mensen. Maar volksvertegenwoordigers die doen zoiets niet. Staat genoteerd. Dank u wel, Henk Krol. En dan is daar een verklaring van Wieberen van Haga op dit hele verhaal. Ja. En die luidt als volgt. Ik ben blij met de conclusies die de commissie heeft getrokken, namelijk dat er van overtreding van de huurregels en ernstig verwijtbaar handelen geen sprake is. Dat is een beetje gek natuurlijk. Ja, dat is niet helemaal waar. Nee, mij. Want in principe verhuurt hij dus huizen. Nadat die wet is ingegaan. Ja. Met die clausule erin. Ja. En hij zegt letterlijk in die mail, dit is illegaal. Ja. Dat staat hier letterlijk. Dan wil ik graag eindigen met een mooie quote die de commissie zelf in het rapport aanhaalt. En die is van Ian Dales, dat is de minister van Binnenlandse Zaken in 1992. Die halen zij zelf aan. Ja. Een beetje integer bestaat niet. Nee. Wieberen van Haga. Een beetje integer bestaat niet. Nee. Van Haga moet hier zijn, want er zijn zo stemmingen. Het begint even 2 minuten en hij is er nog niet. Ja. Wat nu? Oh ja. Hij is er nog niet, weet je dat zeker? Dus hij moet zo meteen hier langskomen. Ik vind het spannend. Maar ik vind het spannend? Ja, weet je wel, ja. Daar gaat de bel. Ah, daar. We waren aan het zoeken. Dag. Ja, Tim. Dag. Hallo, goeiedag. We hebben een probleem. Nou, zeg maar. Wat we hebben een iets onwettelijks gevonden uit de tijd dat u nog huisjesmelker was.
Ja, en wat is dat? Nou, dat is als volgt. De bedwoningdelen in Amsterdam. U heeft huis verhuurd. In ieder geval hebben we in één geval van de meisje een huis verhuurd aan haar na januari 2017. Nee, maar weet je, ik heb mijn hele bedrijf op afstand gezet. Hè? Dus als het goed is... Ik wil nog even ter verantwoording roepen daarvoor. Ja, maar waarom ga je nu niet gewoon naar mijn bedrijf toe? Nee, gaan we dan. Ik wil u ter verantwoording roepen. Want in principe heeft u pas in september gezegd... je moet dit huis uit tegen de contracten in. Dat hebben wij zwart op wit in de mail van u zelf staan. Die mail heb ik hier. Dat zou kunnen. Ik ben niet op de hoogte van ieder... Ik zal het even bijtrekken hoor. Nee, maar dat hoeft niet joh. Want ik wil u daar ter verantwoording voor roepen. Want ik zit namelijk... Ik heb een directeur daar. Die kun je gaan kijk, het is uw mail. Ja, dat, ik geloof het wel. Ja, maar het gaat mij erom dat u bent de volksvertegenwoordiger. Ja. Ik wil eigenlijk dat die volksvertegenwoordiger of de wet kent of ze handhaaft. Als u daar zit hier. Ja. Ja, heeft u niet gedaan. Tot vlak van tevoren u hier gestoeld werd. Het zal wel, maar op deze inhoudelijk... Nee, niet het zal waar. Maar inhoudelijk, u weet denk ik waar het over gaat. Volgens mij bent u goed belezen, bent u slim zat, heeft u goed geheugen. Ik ben inhoudelijk waarschijnlijk van alles op de hoogte, maar ik ga niet op ieder inhoudelijk dossier in. Maar er is een heel dossier over u gemaakt, dus de integriteitscommissie, dan zegt u natuurlijk ook niet van ja, maar dat is uit mijn tijd als ondernemer, ik ben nu Kamerlid. Maar toch... Het een sluit het ander niet uit. Je zult toch naar de nieuwe directeur moeten gaan, en dan ga je naar het bedrijf. En die gaat je vast te woord staan. Het gaat mij om uw handelen. Kijk, met uw bedrijf, daar hebben we een appeltje mee te schillen. Want daar moet een en ander rechtgezet worden. Ik wil van u horen, hoe kan het nou dat u zich niet aan de regels heeft gehouden? Dit zegt me niet zoveel. U mag het even lezen. Het is uw eigen mail. Ja, dat geloof ik wel. Ik ken mijn eigen mails. Ja. Maar ik heb het niet voor niets op afstand gezet. Er is een beheerder. Nou, het gaat mij erom dat u er dan heel makkelijk mee wegkomt. Op afstand gezet. Nee, maar het gaat mij erom dat u dus klaarblijkelijk... Maar je kunt nu door je telefoon gaan scrollen. Ik kan dit niet lezen. Nee, dit is een mail van u. Lees hem even dan. Nee, ik ga dit helemaal niet lezen. Dan wil ik met u een andere keer over praten. Nee, dat ga ik niet doen. Want waarom niet? Nou, wat jij mag doen is met de nieuwe directeur van mijn bedrijf praten. En die gaat dan helemaal met jou door zo'n casus heen. Dat is geen enkel probleem. Dat snap ik. Maar dit is u als ondernemer, als aandeelhouder, als directeur van het bedrijf. Ja. Heeft u deze mail gestuurd? Ja. Het gaat mij erom dat het volgens mij uw integriteit aantast als u wetten niet handhaaft. Ja, wetten die u nu hier u bent nu hier degene die het kabinet moet controleren. Daar hebben we een integriteitscommissie voor. Die heeft geoordeeld. Dit is nieuwe informatie. Ga naar mijn beheerder. Ga naar de nieuwe directeur. Ja, zijn we ook geweest? Die was er niet. Hey, ik moet nu gaan stemmen. Ja, maar ik wil met u praten over dat u dus eigenlijk niet integer handelt. Okay, de wetten, u bent hier om een kabinet aan uw mouw te trekken als u niet misgaat. En nu de wetten die in Amsterdam gehandhaafd moeten worden, dat heeft u zelf nooit gedaan. Toch, ik moet nu stemmen. Ik bied je aan dat je met mijn nieuwe directeur mag gaan praten. Die staat. Nou, gaat de keer zou ik zeggen. Ja. Geen probleem. En dit is even op de man af, want u zit hier een volk te vertegenwoordigen. Moet nu gaan stemmen. Er is een verschil tussen politicus, heb ik vandaag gehoord, en een volksvertegenwoordiger. En u bent nu politicus. Ik ga je een hand geven. En ik wens je succes. Wij spreken nog. Ja, oké. Goeiedag. Doei. Oké. Van Haga, die zegt dus, ik heb hier niks meer mee te maken. Je moet zijn bij Shopper de Pop als je het probleem van Nina wil oplossen. Nou, dat gaan wij ook doen. Ja. Dat betekent dat wij nog een keer naar Shopper de Pop gaan. Maar, wij hebben nu gekeken naar een politicus die contracten afsloot met jonge mensen zoals jullie allemaal en zegt eigenlijk, jij woont nu in een illegale constructie, maar zodra ik op mijn vingers getikt word, moet jij eruit. Ja. En dat is niet heel erg zuiver. Wij trekken eigenlijk de integriteit van Wibren van Haga opnieuw als burger helemaal in twijfel. Als je contracten afsluit waarin je mensen laat zitten in een illegale constructie en dat weet je, daarna doe je alsof je niks weet. En zodra er een boete of het plusje in zicht is, zeg je eigenlijk deze. Die mag je oprotten. Ja. Zonder je contract, die mag je weg. Ja, we hebben een plannetje. Wibren van Haga is de Kamer ingestemd. En volgens de kiesdeler waren er ongeveer 70.000 zetels nodig voor een zetel. Ja. En wij willen checken of die daar terecht zit. Ja. Dus denk jij nou ja, ik heb Wibren van Haga wel of niet de Kamer ingestemd. Maar ik zou hem eigenlijk toch ook weer proberen de Kamer uit te willen stemmen. Dan zou je, als je wil, onze petitie kunnen tekenen. De Van Haga naar huis petitie. Van Haga, ga naar huis. Ja, waarin wij zeggen, trek zijn integriteit in twijfel. Ja. Vind je dat dan ook? Teken deze petitie, zodat hij uiteindelijk snapt dat hij niet hoort in de Tweede Kamer. Want zou je als burger nog op hem stemmen als je dit weet? Zou je als burger nog op hem stemmen als je dit weet? Oké, tijd om jullie stem te laten horen. Je kan een VVD de Kamer instemmen of laten stemmen. Maar als blijkt dat de beste man liever regels breekt dan maakt, is het misschien tijd om er ook weer uit te stemmen. En daarom zeggen wij, teken onze petitie als jij niet wil dat een van onze volksvertegenwoordigers in een fucking regeringspartij jonge mensen op de woningmarkt behandelt als vuil. Teken de petitie en roep hashtag ga naar huis. Tijd om te wieberen, Van Haga. Lekker grappig, eerlijk. Goed, deel dit met je vrienden, familie, ouders, buren en iedereen
met een hoog seksueel gehalte. High five en op naar de ontelbaar veel handtekeningen. Oh, en vergeet niet te abonneren op ons kanaal.